Nou, daar komt hij al aangelopen. Stoere man. Nou, hier wordt Rijka dus begroet. Hij is even met die vlindertrouw bezig. Ja, ja. Hij is weer bezig. Tadadada. En waar is Rijka? Ja, die is hier. Rijka. Hi, kind. Een hele goede morgen, lieve vrienden. Ja, het is nog steeds morgen, gelukkig wel. Het is vandaag zaterdag 11 juli en we leven om 11 uur 24. Ik moet zo meteen die meneer ophalen vanaf het station. Gerard is zijn naam. En ja, ik mag vloggen, dus we nemen de camera gewoon gezellig mee. En hij is er denk ik al, want ik heb hem net gebeld, maar meneer had me dus niet opgebeld dat hij vertrok. Nee, ik bel hem net en is hij bijna bij Zuid. Ja, station Zuid van Den Helder. Dus ja, ik kom te laat, maar dat is zijn schuld, niet die van mij. Nee. Maar oké, doet er niet toe, ik zal mijn kalendertje nog even goed zetten. Het is de 11e, zo, en mijn bril die zit niet lekker. Maar ja. Ja, ik ga me dus klaarmaken. Ik doe mijn lange, goede jas aan en ook toch wel mijn vest, want ik vertrouw het nog niet. Nee, het is nog niet echt bepaald warm. Ja, misschien bij de poort wel, maar het is 16 graden buiten. Kijk, bij de poort is het altijd warm, maar... Daar is het 35 graden, maar dat is bij de poort in de Luwte met die zon erop, maar echt op de vlakte en het waait, dus ja. En ik heb mijn lange gebloemde vlinderjurk aan. Hier zitten vlinders op de zijkant en voor bloemetjes, achter geloof ik ook bloemetjes en daar op de zijkant weer vlindertjes. Ja, helemaal leuk. Nou, gewoon een zwarte legging onder en mijn laarsjes er bij aan. Helemaal top, helemaal geweldig. Nou, ik drink maar even water en dan komt straks de rest wel, ja. Ze zeggen, we gaan gewoon genieten vandaag. Ja toch, genieten jullie met ons mee. Simpel, gezellig. Ze zeggen, lieve vrienden, tot straks bij het station. Ik zeg het er dan. Nou, zoals jullie zien, we naderen het station. Dus ja... Even naar beneden gericht houden en ik geloof dat ik hem al zie staan met een rode trui aan of zoiets dergelijks en een cap op. Ja, ik zie hem staan. Maar het komt goed. Rijka, niet zo trekken meis. Mooie plant. Oeps. En stop. Goed zo. Volg. Goed zo, je doet het goed. Volg. Hij komt ook al deze kant op. Zit. Nou, daar komt hij al aangelopen. Stoere man. Nou, hier wordt Rijka dus begroet. Okay. Hallo, ja. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Nou, ja, welkom bij Corina en de Beestenboel. Ja. Nou, gezellig. Ja, nou, we maken er een gezellige dag van. Ja, vind ik goed. Hé, hey, Rijka. Hé? Hey. Ga je mee, Rijka? Hé? Hey? Want je moet nog verder Pietje poepen. Hey. Ja, lief hondje. Ja, zeker. Ja.
Nou, dan zullen we weer eventjes stoppen, want we met één hand die rollator bereiden, dat lukt niet echt. Oké. Okay. Dus, ik zou zeggen tot straks als we weer thuis zijn. Oké. Okay. Ja, lieve vrienden, we zijn alweer geruime tijd thuis. We hebben al koffie gehad en we hebben een tompoesje genuttigd en ik zit Ewin te aaien. En Gerard die is buiten bezig. Ja, ik weet niet, het is Gerard of Gerard, een van die twee. Vergeet het iedere keer nog, maar maakt niet uit. Nee, het beestje waar een naam heb, hij is even met die vlinderstruik bezig. Ja, ja. Hij is weer bezig. Tadadada. En waar is Rijka? Ja, die is hier. Rijka. Hi, kind. Mijn meisje, wat ben je allemaal aan het doen? Kiekeboe. Hi. Ongewenst kruid, nee toch? Hey. Ja, allemaal ongewenst onkruid, tot het hoge ding aan toe. Ja. Dat moet er allemaal uit. Ja, maar een keer een schoffeltje doorheen halen. Ja, nou, ik heb alles in die schuur hoor. Enkel die schuur is nou nog op slot. Je wilt niet weten wat er is aan gereedschap. Okay. Er zijn menig mannen jaloers op. Als je net zo veel hebt als werk, dan ben ik er zeker in. Ja, nou ja, nou, ik bedoel dus voor gewoon een huistuinman, weet je wel, gewoon... Ja, die jaloers zijn, snoeischaar, hekkenschaar. Ja, enkel de snoeischaar die heb ik uitgeleend aan mijn huishoudelijke zorg. En die ze zou ook zorgen dat die weer scherp werd. Oké. Dat was niet zo scherp. Oké. Nou, wat zit jij te kauwen? Mag je dat? Ja, dat zie ik in de kamer. Ja, want ze eet vlakken en al op dat beest. Ja. Vies peuk. Ja. Ze is een vies meisje. Ja. Bah. Ondeugend, hè? Ja, zeker ondeugend. Ja. Maar ja, nou kan ik er tenminste weer fatsoenlijk doorheen lopen. Ja, dan weet je... Kijk, ik zal deze ook nog een beetje bij zitten. En daar gaat Ewin heen. Je moet hem nou niet snoeien. Nee. Dan gaat hij nog erg worden. Waar ben je? Ewin. Hoe. Rijka Ewin is buiten. Frodo, die joeg er terug. Ik zie er niet. Ik dacht dat dit een soort mens was. Nee, dat is de moestuin. En dat ding wat ernaast staat, dat is de aardbeientoren. Oké. Nou, die kun je, dat zijn leiplantjes, hè. Die kun je mooi omhoog doen. Je kunt er ook mooie pommetheden aan zitten. Ja, maar het is voor aardbeien. En daar staan al aardbeien hier op de tafel. Oké. Ja, enkel die aardbeientoren is niet afgekomen. Die vlaggenmast is ook niet af. Want die grijze buis, die behoort wit te zijn... En die balken, dat hout, dat behoort eigenlijk, had het nog verder de grond ingemoeten, dat zwarte nog. Ja, dit lijkt wel een beetje op mijn oude zeevaarschool. Ja, en die bok, die had nog eikenhout bruin gemoeten. Ja, het is niet gepigmenteerd hout. Nee. Maar hij heeft het wel zelf gemaakt, hè? Ja, netjes. Wat hij op internet zag, dat maakte hij na. Hij had er niet voor geleerd. Ja, zo wou ik dus dolgraag die streepjes weer er terug in hebben. Hij heeft gewoon dat weer opengemaakt. Want dat is gewoon van een houten vloer, die plankjes. Ja. Nou ja, het is ook solide. Het is een stevige paal. Ja, want dat heeft een ander erin gezet. Niet mijn man, want dat mijn man kwam te overlijden, Jack. Toen stond het ding hier al, want daar was van binnen mee bezig. Ja. En wat hang je er af en toe in? Toch niet de regenboogvlag over? Nee, want die komt vanzelf wel eens een keer aan de lucht. Okay. De Friese vlag onder andere, die heb uitgehangen al met mijn verjaardag.
En de 21ste juli hang ik hem weer op. Oh, okay. Want dan had mijn vader, mijn heid, jarig kunnen zijn. Ze maakt dat om hem op een blad te kouwen, vies peuk. Blek. 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 Moet je straks weer overgeven? Ja, blad is niet gezond. Nee, daarom. Dan gaan we even iets weg doen, hè, Wijka? Ja. In de groene bak. Ja, de groene bak. Nou, daar zien jullie. Het gaat allemaal goed. Het gaat perfect hier. Ja, en ik hoorde weer even een appje, want ik ben ook met Karen even aan het appen. En dan doen we nog een bakje koffie en dan gaan we daarna weer even lekker de hort op. En ik neem jullie natuurlijk gezellig weer mee, want hij wil over de dijk. Ja. Ja, ik wil even lekker uitwaaien. Hij wil uitwaaien, zegt hij. Helemaal goed. Helemaal goed. Nou, dan komt het toch goed. Ja. Ja. Maar eerst nog een bakje koffie en kijken wat Karen nog te vertellen heeft. Ze zeggen tot straks maar weer. Doei! Doei! Nou ja, jullie zien het denk ik wel weer. Ja. Recht op dat kerktorentje ingezoomd. Maar het is weer prachtig. Het water is voor mij groen van kleur. Nee, nou niet meer. Komt door mijn zonnebril. Ha ha ha. Is dat even lachen. En daar ziet men een zeilboot zonder zeil. Er gaat nog een rondvaartboot. Die gaat daar naartoe, naar die zandplaat. Ik vergeet ten alle tijden weer hoe die zandplaat heet. Dus ik noem het gewoon het zeehondeneilandje waar de zeehondjes rusten. Ja, en daar zie ik ook trouwens nog wat voorheen gaan. Daar gaan nog bootjes. En daar staat de meneer weer. Hé, hey, dat rijmt. Oeh, ben ingezoomd, is het zo? Yo, oei, wat heb je grote oren? Ja. Nou, en daar hebben net de Texas boten elkaar gekruist. Ja. Gepasseerd. Zijn er berries? Maar de Texas zou dichtbij. Texel. Je zegt ook geen Beatrice, maar Beatrix. Ja. En ik heb geleerd op school. Texel. Nee, geen Texel, Texel. Ja, en daar zie je een kerktorentje. Dat is Den Burg. Ja. Ja, het is heel mooi hoor, lieve vrienden. Ja, ik vind ze. Mooi uit. En ik zie nog meer zeilbootjes daar ginds in de verre verte. Dat is allemaal op de Wadden. Ja, dat is allemaal op de Wadden daar ginds, daar in de verre verte. Dat is allemaal Waddenzee. Ja, maar in de verte, dat is weer Wadden. En dit stukje is Marsdiep. Ja. En daarachter is de Noordzee. Ja. Achter, zeg maar achter de eilanden. Daar heet de zee. Dit is het Marsdiep. Ja, het is ook een zee, maar ja. Het heeft een andere benaming. Kan er ook niks aan doen. Maar ik zie geen duikertje of geen zeehondje dichtbij. Ja, dat is een mooi. Ik ga er even uitzoomen. Even proberen. Nee, dat is inzoomen. Even uitzoomen. Zo. Zien jullie het ook even op die manier? Rijke, die is wat aan het eten. Wat? Zal gras wezen. Zo, kijk dan eens. Mooi. Ja. Nou ja, dit is iedere dag verschillend. Ja. Het is ook wel eens niet zo helder als nu. Je ziet, nou, ik weet niet hoe ver weg. Ja, je ziet helemaal het eiland liggen daar. Ja, maar dat zie je altijd weg, behalve als het mistig is. Ja, maar is het ook triest en grauw weer, zie je het nog leggen. Ja. Want het is zo dichtbij. We hebben normaal gesproken ook één keer in het jaar zwemmen voor spieren. Oké. Ja, dan moet je een heel in die kant nog op. Nou, dat red ik niet. Daar wordt dan hele dinges opgezet en alles. En dan gaan ze te water hier in een helder.
dan gaan ze eerst richting dat zeehondeneilandje. Hoe heet dat ook alweer? Ik vergeet iedere keer die naam. Razende Bol. Ja, Razende Bol heet dat. Dank u wel, meneer. Ik ben toerist, ik weet dat. Oké. Okay. U bent mijn buurman van Duitsland. Ja, zoiets. Ja, ik hoor het aan het accent. Maar in ieder geval, lieve vrienden, dat is dus de Razende Bol. Dat witte streepje wat jullie daar zien lopen. Wat ik dus het zeehondeneilandje noem, heet dus de Razende Bol. Ja, 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 ja. Maar in ieder geval, en dat heet dus Texel en geen Texel. Ja, want je zegt tegen Beatrix ook geen Beatrice. Oh, dus het is geen Texel, maar Texel. Texel, oké. Maar je zegt gewoon Texel. Ja, maar je zegt tegen Beatrix ook geen Beatrice. Dat is hetzelfde verhaal. Ken ook, hè? Ja, maar dat hoort niet. Nou ja. En dus. Ja, er staat een hele lieve meneer achter mij, lieve vrienden. De majesteit zegt dat ze ook goed vinden. Ik ben een vlogster. Oh. Ik ben aan het vloggen. Dat is interessant. Ja, dat is weer interessant. Heel interessant. Ja, leuk. Bent u live nou? Nee, dat niet. Maar ik zet het op mijn computer. En dan zet ik het in elkaar als één filmpje per dag. En dan breng ik het naar YouTube toe. Okay. Mijn YouTube kanaal is Corina met IE. Dus C-O-R-I-E-N-A. En de beestenboel. En de beestenboel. Ik heb een hondje en twee katten. Heel leuk. Wat jou, of niet dan? Ja, ja, helemaal mee eens. Ja. Ja, je moet op de dijk een beetje harder schreeuwen vanwege de wind, boeibaar. Ja, want ik praat tegen de wind in, mijn lieve mensen. Oké. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, ik sluit weer af. En we komen straks alweer ergens retour. Ja, ja, tot later. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ja, ja, er is er hier ja, heel blij. Heel in. En daar zit meneer. Ja. En met madame, of niet? Waar is madame? Madame is... Oh, madame zit licht in de mand. Die ja. Ligt in de mand. Ja. Nou ja, die is moe. Ja. Hoeveel kilometer zijn nou? 3 kilometer, 16. Nou, toppie toch? Ja, echt wel. Ja. Ik ben ook bek af en ja, ik heb het bloed heet. Maar op de dijk was het toch, vond ik aardig fris. Nou ja, maar wel ja. Lekker oostenwindje. Oostenwindje, ja, ik weet niet waar de wind vandaan kwam hoor, maar hij waait gewoon punt uit en al. Ja, hij waait alle kanten op, behalve de roeien. Ja. Ja, ja, ja. Ja toch, hè? Ja, ja, ja. Ja. Echt over de dijk heen. Maar ja, we zijn dus op de dijk geweest, daar ben ik aan het vloggen geweest, zoals jullie weten. En nog een leuke, lieve Duitse meneer gesproken die Nederlands kon. Nou ja, ik hoop dat jullie zijn stem hebben gehoord. Ook zijn vrouw die kwam er op een gegeven moment bij en ze zouden mijn naam opschrijven. Dus ja, dat komt goed. Die kon ik ook dus op YouTube wel weer tegen. Maar oké, ik ga nou... Gerard die heeft een rode rakker. Ja. Oftewel een biertje. Die ik nog van mijn verjaardag had staan vanwege mijn broer. Ik neem een bak koffie. En wat hoort erbij bij die bak koffie? Juist, een wijntje. Jullie hebben het goed. Nou, ik zou zeggen, geniet lekker van jullie dag. Ik ga ook nog een raam openzetten van de buurman. Ja, wat die aan het doen is, maar volgens mijn paling aan het roken, maar het stinkt. Nou, jullie weten het. Als je het barbecue is of wat dan ook. Ik zit met mijn longen. Gaat de deur dicht en dan gaat er wel een raam open. Enkel. Deze kleine blauwe dame, die mag niet er doorheen kunnen. Dus ja, komt allemaal goed. Ik zou zeggen, geniet ze en tot later! Ja, lieve vrienden, het is al reeds al lang alweer even koekeloeren 22 uur 12. Dus ja, het is alweer knap bij tijd. Al laat in de avond, tenminste halverwege. Het is nog wel licht buiten, maar in huis wordt het al wel donker. Ik raak zijn naam steeds kwijt. Gerard. Ik pak mijn mobiel erbij. Ja, daar staat zijn naam in. Gerard, Gerald, Richard, weet je, ik weet het wel. Raak het iedere keer kwijt. Maar ja, dat wil ook. Ik ben heel erg moe hoor.
echt wel. Gerard heet hij. Nou, dat was hartstikke gezellig. Ja, zeker te weten. Dat was hartstikke gezellig. En ja, we hebben genoten. Ik heb ook wel gezegd, je hoeft niet meer erachter te zoeken dan dat het is. Gewoon vriendschappelijk, gewoon maatje, vriendin, meer niet. Ik wil geen Polonaise, dus ja. Voor de rest was het hartstikke leuk, gezellig. Hij zou eigenlijk, ja, met de laatste trein, maar hij is wel eerder naar huis gegaan. En ja, we hebben gewoon wel fijn gehad, genoten. Het was gezellig, wat ik al zei. We hebben vanmiddag ook een flinke wandeling gemaakt, zoals jullie weten. De dijk op even en daar heb ik gefilmd. Hij ook, met zijn mobiel. Heeft hij opgestuurd naar zijn moeder. Nou, hij mag blij wezen. Zijn moeder leeft nog, zijn vader leeft nog. Ik heb niks meer. Nee, niet leuk. Nee, echt niet. Maar ja, oké, ik had even een brokje kaas in stukjes gemaakt voor Ewin, maar die laat het ook leggen. Die heeft één stukje op en voor de rest laat het leggen. Ook al niet leuk. Dus ja, dat geef ik wel even aan Rijka. En even, ja, die ligt trouwens te slapen in de mand en het wordt in de voorkamer al aardig donker. Ja, het is zeker donker, maar zie je dat nog goed? Ja, ja. Prima. En Ewen die loopt te zeuren. Het kan best wel eens dat hij naar boven moet. Maar ja, die bekijkt het nog maar even. Ik zal er zo naar boven laten. Ik zit even te zoeken. Het is zo donker al. Ik moet lichtjes aan gaan doen. En, maar ja, in ieder geval, ik wens jullie natuurlijk eerst, voordat ik dat ga doen, een hele, hele fijne, liefdevolle avond met elkaar. Of met je dieren. Of je uppie duppie. Ja. Maakt ook allemaal niks niet uit als je me fijn hebt. Ja toch? En voor later natuurlijk welterusten en lekker slapen. Mooie dromen en gezond weer uit je bed zien te komen. En ik zou zeggen graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. Doei!